Waarvoor staan wij hier? Nou, we zijn hier bij Expeditie Robinson. Dat is een activiteit voor kinderen 4 tot en met 12 jaar. Waarbij ze verschillende onderdelen gaan doen. Veel met samenwerken, pijl en boog schieten. Echt een beetje net zoals de echte Expeditie Robinson proberen we hierbij na te bootsen. En ja, we doen dit allemaal ten zijne van Actief Almelo. Dus we hebben de Festival Almelo weken. Dat doen we eigenlijk de hele zomervakantie door. Dus daar is dit een van de onderdelen van. En wat houdt Festival Almelo precies in? Festival Almelo, dat zijn eigenlijk de vakantiedagen. Dus nu is het al 6 weken vakantie, is de laatste week. En in al die weken gaan we heel veel leuke dingen organiseren voor de jeugd van Almelo. Hoe gaat het tot nu toe? Wel goed. En wat is tot nu toe je beste onderdeel geweest? Ik denk toch wel met de kussen slaan. Waarom? Omdat ik heel veel kinderen eraf heb geslagen. Hoe vind je het tot nu toe gaan? Goed. En wat was je beste onderdeel tot nu toe? Het pijl en boog schieten. Dit weer was de laatste dagen natuurlijk slecht. Is daardoor veel uitgevallen? Nou, vooral begin de eerste 3 weken van de vakantie hadden we wat weken dat echt slecht weer was. Daardoor zijn we met heel veel activiteiten wel uit kunnen wijken naar de zalen. Want met Sportbedrijf Almelo hebben we heel veel zalen die wij beheren. Dus dat was makkelijk schuiven. Maar we hebben ook een aantal activiteiten gehad inderdaad die we helaas hebben moeten afzeggen. Wat was tot nu toe je beste onderdeel? Ik denk de stormbaan. En waarom? Want die andere, daar heb je geen punten bij die andere. Oké. Okay. Is dat ook wel leuk, de rode. Hoe wordt er op Festival Almelo gereageerd? Heel positief. Ik hoor van heel veel mensen en altijd goede verhalen van oh yes, mijn kinderen zijn altijd zo blij dat ze wat mogen doen in de vakantie.